Vandaag ben ik in het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn. Wat ik nu alvast weet is dat het over plantenziektes gaat en specifiek over Xylella. Het is zo'n belangrijke bijeenkomst. Ik heb gezien dat de burgemeesters en wethouders aanwezig zijn, maar ook de NVWA en de NAC Tuinbouw. Kunt u misschien even vertellen wie u bent en waarom we deze bijeenkomst vandaag hebben? Ik ben Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn. Onderdeel van Alphen aan de Rijn is Boskoop, de Greenport Boskoop. En wij gaan vandaag met een aantal andere gemeenten, maar ook met LNV, de Voedselwarenautoriteit en het Greenport bedrijfsleven uit heel Nederland nadenken over wat ons te doen staat als die ellendige Xylella deze kant op zou komen. Want dat is echt een heel serieus en groot risico voor de hele boomkwekerijsector in Nederland. Maar eigenlijk ook voor al die bedrijven, al die toeleveranciers, al die mensen die daaromheen wonen. En ja, weet je, je moet nu in de koude fase, zeggen ze altijd bij crisisbestrijdingen, goed oefenen, elkaar leren kennen en weten wat ons te doen staat, zodat we, als het een keer zover is, de goede dingen met elkaar kunnen doen. Nou, lijkt me een serieus probleem. Ik ben benieuwd, we gaan er zo meteen meer over zien. Kunt u mij vertellen wie u bent en wat u doet? Ik ben Marieke van Lent en ik werk bij de Nederlandse Voedselwarenautoriteit, bij de afdeling Incident- en Crisisbeheersing en ik werk daar voor fytosanitair. En wat is de rol van de NVWA als het aankomt op Xylella? Dan gaan wij zo snel als mogelijk maatregelen treffen, zodat de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven. Kunt u misschien vertellen wie u bent? Ja, ik ben Kees van Velzen, wethouder in de gemeente Alphen aan de Rijn. En ook voorzitter van de Greenport regio Boskoop van ons boomteeltgebied. Okay. En wat is het probleem van de ziekte Xylella? Xylella is een hele gemene bacterie die in bomen zit. En bomen gaan helemaal over Europa. Hè. Je koopt ze hierin, ze gaan daar naartoe, ze worden weer uitgevent. En heel veel gaat over Nederland. Wij zijn een handelsland. Dus als er wat zit in een plant en wij verspreiden dat, hebben we een groot probleem. En dat probleem, dat moeten wij onderkennen. Het is net zoiets als corona. Weet wat er aan de hand is. Zorg dat je een draaiboek klaar hebt dat als het gebeurt, dat we niet een enorme impact hebben. Met als gevolg dat bedrijven failliet kunnen gaan. Dat de plantensector op zijn gat gaat. Dus goed nadenken, goed samenspelen om te zorgen dat we dat probleem van tevoren in beeld hebben en kunnen tackelen. Duidelijk, dank u wel. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, wat zou u maandag anders doen? Nou, ik ben vandaag hier in Alphen aan de Rijn wel mee bewust geworden dat we hebben een prachtige sector in Neder-Betuwe. Dat is de laanboomteelt. En dat is ook de kracht van de gemeente, denk ik. Tegelijkertijd is er een geweldig groot risico. Ziekteuitbreken die echt de hele sector om zeep kunnen helpen als ze niet oppassen. Dus die bewustwording moet bij de kwekers leven, maar ook bij de gemeente leven. Hoe wij daar goed mee in kunnen samenwerken. Wat ik me wel afvraag, of alle betrokkenen op de hoogte zijn en of er al een calamiteitenplan is. We zijn vandaag in de Betuwe en om precies te zijn in Opheusden en achter mij zie je het Laanboomhuis. De vorige keer waren we in Alphen aan de Rijn voor de bewustwordingssessie en vandaag zijn we hier in Opheusden, want het is tijd voor de crisisoefening.
Ik ben heel benieuwd hoe deze oefening gaat, wat het oplevert en wat het vervolg gaat zijn. Bent u voorbereid als er een uitbraak van Xylella komt? Onvoldoende. Ik hoop vandaag daar een heleboel in te leren om dat veel beter voorbereid te zijn. Nou, helemaal goed. We gaan het zien. Bent u zich bewust van de risico's bij een uitbraak van Xylella? Inhoudelijk misschien niet zozeer, maar we zijn ons als gemeente Zundert wel bewust wat het met de maatschappij kan doen. En we zijn ons ook wel bewust dat we in communicatie of in hulp aan ondernemers, dat we ook wel een rol hebben. Ja, wel degelijk. Oké, heel goed. En vandaag gaat u er meer over leren? Vandaag gaan we er hoop ik alles over leren en met name ook even kijken wie welke rol heeft. Want ik denk dat daar ook nog wel een verschil van beleving zit. Gaat de crisisoefening zoals u verwacht heeft? Ja, tot nu toe wel. Ze vinden het lastig om het niet over de inhoud te hebben, maar met een beetje bijsturing lukt dat tot nu toe best goed. Nou, dat is heel fijn om te horen. Nou, we horen natuurlijk heel veel over Xylella, maar er zijn ook andere risico's. Kunt u misschien meer daarover vertellen? Het is zeker niet zo dat alleen Xylella een enorm risico vormt voor deze teelt en voor andere teelten. Maar we hebben recent ook al voorbeelden van bepaalde soorten witte vlieg, van bepaalde soorten schorskevers die ook enorme bedreigingen kunnen vormen. Hoe ervaart u deze crisisoefening van vandaag als kweker? Dat is zeer positief. We worden met de neus op de feiten gedrukt. Als er een uitbraak of een vondst komt van Xylella, dat we niet weten wat we precies allemaal te doen hebben. En bent u zich ook bewust van de consequenties van een uitbraak van Xylella voor de kwekerij? Daar ben ik me nu terdege van bewust. Het zou voor ons bedrijf betekenen dat wij kunnen sluiten. Omdat wij zoveel waardplanten kweken, dan zullen we helemaal opnieuw om ons schakelen. En dat kost zoveel vermogen dat we dat niet kunnen. Hoe heeft u de crisisoefening van vandaag ervaren? Als buitengewoon nuttig. Dat was heel goed om met elkaar te kijken. We zaten in een zaaltje met overheidsmensen. Wat er op je afkomt, waar je mee te maken hebt. En ook het gesprek vooraf gaf aan dat het ook belangrijk is om te weten hoe dingen in de sector leven. En dat heeft denk ik bij ons heel goed de ogen geopend. Het belang van als zoiets zou gebeuren onverhoopt. Heel goed. De crisisbijeenkomst is afgelopen inmiddels. Vond u het zinvol? Nou, ik vond het zeer zeker zinvol, want bij zo'n departement heb je niet elke dag, hoe wenselijk ik dat ook zou vinden, contact bijvoorbeeld met telers, met sectorpartijen, met bedrijfsleven. En dit was wel een hele mooie combinatie, dat je en keuringsdiensten en brancheorganisaties en ondernemers en ook de overheid bij elkaar hebt. Dus alle juiste partijen. Ja, heel erg zinvol in die zin. Bent u ook zo geschrokken over de risico's die de plantenziektes met zich meebrengen? En wilt u meer weten over de gevolgen hiervan? Kijk dan hier op deze website voor meer informatie.